de V&D, de paddysport en de actiesport. Gaan allemaal weg eens. Helaas. Steeds meer buren van Specsavers in Horen raken in de problemen. De overbuurman is al vertrokken en nu dreigen ook paddysport en actiesport om te vallen. Een slechte zaak voor de stad. Het wordt echt hier een spookstad. Net als Enkhuizen, Medemblik, de helft staat leeg. Dat doet er niet goed aan hier. De stad wordt wat minder gezellig. En ik verwacht dat er minder mensen binnenkomen. Ook in Alkmaar bezorgde winkeliers. Wolwinkel Naaldkunst zit al 80 jaar aan de laat in het centrum van Alkmaar. De leegstand, dat is zorgelijk. Er zijn ongeveer 130 panden leeg. Wat belangrijk is dat er de huurtarieven verlagen worden. Zeker voor de starters, want dat is natuurlijk een hoop geld. En parkeertarieven, veel en veel lager. Dat zijn echt belangrijke dingen. Je moet zorgen dat de beleving in de winkel is. Je moet zorgen dat het leuk en gezellig is. En dat je een mooie collectie hebt.